verderop staat een helper met een dummy. En daar gaat hij, met passie. En hij ziet die dummy liggen natuurlijk. En daar gebruikt hij ons zijn ogen voor. Maar houdt u er rekening mee dat het wild niet altijd te zien is. Het kan ook eens ergens weggekropen zijn. Of net ergens terechtgekomen zijn tussen de bosjes of tussen het hoge gras. En dan zal ze een onze neus moeten gebruiken. En die curlycoater die heeft een neus hoor jongens. De honden pakken verwaaiing. Die zorgen dat ze onder de wind komen. En dan komt de lucht van het wild in hun neus. Maar we werken hier natuurlijk niet met wild, we werken met dummies. Want voor die hond maakt het geen verschil wat hij moet apporteren. Ja, en alle honden kunnen leren apporteren hoor. Bij Canine Company, Brigitte van Gestel, apporteren kun je leren. Maar de retrieverrassen zijn toch echte specialisten. Een klein tikje verwarring tussen de voorjager en zijn hond. Met handsignalen. En soms zul je even moeten stoppen. En weer verder. Want we willen afwisseling houden en we willen contact houden. En als beloning mag je dit dummy nog een keer ophalen. Want apporteren, dat is leuk jongens. Apporteren is samen met je baas dingen terugbrengen. En daar bleef je plezier aan. Op zichzelf al. En het werk is dus ook beloning. En de honden kunnen dus naast handgebaren ook gestuurd worden door middel van fluitsignalen. En we gaan het volgens mij een beetje moeilijker maken. En het is natuurlijk al moeilijk hier, hè? Publiek aan de kant. Veel honden aan de kant, dat leidt allemaal af. En die curly-coated retriever is een wat zelfstandiger werker. Wat zelfstandiger als je hem vergelijkt met de andere retrieverrassen. En vaak hebben ze dan ook nog gelijk. En bazen noemen dat wel eens ja, eigenwijs, maar dat is niet het hele woord. Zelfstandig, goed blijven nadenken, je kopje gebruiken. En we zien de volgende part. En dan laat je niet die dummy los, maar die geef je netjes af aan je voorjager. Want stel nou dat het een stuk wild is wat aangeschoten is. Dan moet dat niet zoals een hoop border collies soms doen, uitgespuugd worden voor je voeten, zodat je het nog een keer kan weggooien. Nee, dat geef je dan netjes af aan je baas. En wat een prachtige reu is het, hè? De voorjager heeft geen krullen. En de hond wordt vooruit gestuurd. En gestopt. En weer terug naar de baas. Perfect. In één keer stoppen, in één keer terugkomen. En daar wordt hij beloond. Want het gaat om dat samenspel tussen baas en hond. Hoe maken we het leuk? Hoe is het voor de hond leuk? Kan die je goed begrijpen? Snapt hij je signalen? En ook deze voorjager begint natuurlijk al als die honden jong zijn. En dan bouw je een band op. De retrieverrassen zijn te zien bij de wedstrijden, de KNJV. Jachthondenwedstrijden, meervoudige apporteerproeven en daar wordt het steeds moeilijker gemaakt. En jachthondenmensen vragen schapendrijvers, zoals ik zelf ben, regelmatig hoe doen jullie dat nou toch met dat sturen, want dat dirigeren, dat vinden we zo moeilijk. Die hond op armsignalen, aangeven welke kant hij moet. Want je bent samen aan het werk en niet alleen. Thank you.
En wat is het toch mooi om al die hondenrassen hier te zien, hè? Op dat hele mooie event. Want je kijkt je ogen uit. Vrijdag kwam er nog een hond en ja, ik ben de naam alweer vergeten. Dus straks wordt hem er nog een keer ingepluisterd. Er waren er maar 5 van in Nederland. Dus als je hondenrassen nog een keer wil oefenen en je ziet een hond lopen en je denkt van, joh, wat is dat toch voor een ras? Dan vraag je het gewoon. Want eigenaren vinden het leuk om iets te vertellen over hun hond. En sommige eigenaren doen dat namens de rasvereniging. En die rasverenigingen, die staan hier verderop, hebben allemaal stands en kunnen informatie geven over hun ras. Zo ook de Curly Coated Retriever Club Nederland. Vraag u gerust straks bij de stand naar de eigenschappen van het ras. En vraag u dan vooral ernaar of het bij u past. En denk u na van tevoren over wat wil ik voor eigenschappen in een ras hebben. Want die liggen vastgelegd namelijk. U weet allemaal dat labradors graag in het water liggen. En dat ze graag iets in hun mond hebben, dat ze graag eten. Dat zijn vastgelegde erfelijke eigenschappen. En die wil je dan ook terugzien in die labrador. En ook bij die Curly Coated natuurlijk. Ja. Nou, en waar ligt die Dumi nou, hè? We gaan dirigeren. En pas, daar heeft hij hem weer. Je mag gerust eens een keer klappen tussendoor, hoor. Als hij zegt van joh, dat vind ik hartstikke knap, want mijn hond, ja, die moet altijd aan de lijn. En als u denkt van maar hoe kan ik hem dat nou leren, dan gaat u natuurlijk bij een van die workshops meedoen. En dan leert u rechtstreeks van die professionals en van al die enthousiastelingen hoe je ook dit soort dingen met je hond kunt gaan doen. En dit was de demonstratie van de Curly Coated Retriever Club Nederland. En geeft u ze vooral een hartelijk applaus. En vooral die hond ook natuurlijk, hè. Want wat heeft hij het goed gedaan en wat een prachtige reu is het.